Suzuki wat verweest. Achtergebleven na het vertrek van Tissoudali in januari. Hier is Dom. Eerst een goede voorzet. Iets lang onderweg van de berg kan er wel het hoofd tegen zetten. Nog een keer. En dit kunnen we opschrijven als eerste doelpoging. Ook al is dit een probleemloze vangbal voor Sinan Pollak. Ja, knap gespeeld van San Yang. In één tijd doorgespeeld naar Dom. Die vanuit die rechter centrale positie aanvallende impulsen geeft. Ja, dat is dan wel opvallend. En dan ook Van den Berg mee in de 16. Dus toch aanvallende intenties vanuit kan spelen. Zo hebben ze er wel een paar bij Beerschot. Mooi van Holshuizen. Ruimte en tijd voor Sanyang. Wat doen de spitsen? Eleke loopt zich vrij. Sanyang wil het helemaal zelf doen. Eleke was de logische oplossing. Ook Koulibaly vrij. Hier zat veel meer in. De eerste echte kans van de wedstrijd is voor Beerschot. Met een mooie hakje van Koulibaly naar Sanyang. En dan naar binnen komen. En dan een goede loopbeweging van Eleke. Maakt zich volledig vrij. Ja. Trappen. Dat is op zich niet verkeerd, maar spelen had ook wel gekund. Aanspeelbaar kunnen en moeten maken. Dan kan hij van hier met de passen strooien. Daar is Sanyang weer. Ja, die trapt ook graag naar het doel. En hier had hij de ruimte, maar forceert hij een beetje. Ja, mijn linkse voet is denk ik niet zijn beste. Is vooral rechtsvoetig. Ik zie hem toe alles met links. Ja, maar inderdaad. Het trappen, zeer zeker. Hij draait hier bewust naar zijn linker. Maar dan ook, ja. Het lijkt alsof hij op het werk van de nummer 6. Dom. Zager. Naar zijn linker. Een goede voorzet. Daar is de goal. Castrón Montes. Zoals zo vaak. Vorig seizoen. Dat doet hij nu ook dit seizoen. Zijn eerste van deze jaargang, Jules Sager, die heeft al twee assists verzorgd tegen Vallelengen hier. Dit is als een derde voor agent. Ja, Dom hier op de rechterkant in de problemen. Even geen hulp van Sanyang. Een goede actie van Jules Sager. Goed naar zijn linker gaan. Naar achteruit getrokken, Castrón Montes naar binnen komen. Te veel ruimte gekregen van de Smet. Niet erbij. Uiteindelijk knap afgewerkt. Mooie goal. En geweldig hoe je hem teruglegt. Hij strak, precies. Ja, nog aangeraakt door Bruno. Dus maakt Bruno eigenlijk de goal. Ja, hij raakt die bal niet vrijwillig. Tissoudali. Hij moet hem geven. Geeft hem niet echt goed. En toch is er nog een redding van Hamel nodig. Op dat inzetten van Castrón Montes. Ja, dit had altijd 2-0 moeten zijn. Ja, kon kiezen. Links, links voor Bruno, rechts voor Castrón Montes. Wat mij betreft maakt hij de juiste keuze. Alleen geeft die bal niet goed genoeg. Moet te hard. En ook buitenkant, waarom niet binnenkant voet. Toch meer controle over die pas. Kijk eens hoe ver je moet uitwijken in die ene beweging. Goed, er is een goede redding nodig. Vlieger kan opnieuw. Tissoudali. Mooi weggedraaid en nog eens draaien. Dolle met Frans en dan de 2-0 maken. Schitterende actie van Tariq Tissoudali. Natuurlijk viert hij niet. Beerschot ligt hem nog net iets te nauw aan het hart. Maar wauw. Schitterend. Ja. Schitterende opening om te beginnen. En dan een goede bal in één tijd tot bij Tissoudali. En dan is het Dolle met Frans. En uiteindelijk mooi binnenleggen. Hier een goede opening. Peri denk ik dat het toch is in één tijd. Dan Dolle met Frans, anders kan ik het niet zeggen. En dan schitterend afgemaakt. Ja, je mag hem dan heel erg goed kennen. In het geval van de Beerschot-spelers. Talent is gewoon te groot van deze man voor Frans. Uiteindelijk ook Van Hamel geen kans gelaten. Hij trapt hem nog wel binnen het bereik van Van Hamel. Ja. Maar het is gewoon hard. Het is zo kort ook, dat je als keeper ook niet goed weet van waar gaat hij hem trappen. Kijk, en het applaus van Ojija, de diepe buiging van... Het is heel lang onderweg. Krikovic met te weinig overzicht. En Holshuizen met de trap. Daar is Bolat opnieuw. Ja, Beerschot reageert. Beerschot toont zich weerbaar. Ja, daar in de hoek. Hè. Het leek over, maar toch nog knap de manier waarop Sanyang Dom bereikt. Zet voor. Krekovic in één tijd. Terugleggen van den Berg uithalen. Holshuizer. Goeie trap net. Heel hooi op de vork. Het is zijn verdienste dat Beerschot in balbezit blijft. De Saar is daar dan ook om het schot te blokken.
Koulibaly, hij dan maar. En de redding van Bolat. Ja. Beerschot houdt vol. Beerschot houdt koppig vol. En de aanhouder, ja, die wint vaak. Maar Bolat met zijn derde goede redding al in deze tweede helft. En het duurde lang voordat er een doelpoging kwam in deze aanval van Beerschot. Krekovic trapt, afgeblokt door de Saar. Wegwerk aan Koolsen. Koulibaly pikt op met rechts, klaarleggen met links uithalen. Goed schot. Goeie redding is dit, Nico. Van, en nu naar voren, want hij was de man met Opere in de afzetting aan de 16. Koulibaly. Goede opening, wilde ik zeggen, maar net te hard voor Sanyang. Holshuizen vrij. Mag je niet doen, want Sanyang heeft gewoon geen overzicht. Die wil zelfs zijn kans gaan. Ja, maar... En hoe? Het is goed dat hij even geen overzicht heeft, Nico. Prachtige goal. Afoenje Sanyang brengt Beerschot helemaal terug in de wedstrijd met nog 18 minuten te gaan. Hij blijft het proberen. Wat zeiden we over de aanhouder die wint? Ja. Wel, deze Gambiaan is een volhouder. Zijn eerste goal in eerste klasse. Ja, uiteindelijk ook vier mogelijkheden in de tweede helft. Beerschot, niet de derde keer de goede keer, wel de vierde keer. Met inderdaad, je zou denken, speelt die bal naar Holshuizer. Komt naar binnen en trapt hem dan. Ja. Bam, bam. Oh, ik zou hem toch nog laten staan, Nico. Absoluut, Holshuizer, schitterende controle. En dan een beetje geluk. Hier is Nobisi voor de 2-2. Jawel! Ongelooflijk, maar waar. Op 4-5 minuten tijd gaat het van 2-0 naar 2-2. En Holshuizer met een van zijn momenten. Denkt sneller dan iedereen en doet het soms sneller dan iedereen. En daar is Nupissi met een goal die hem heel veel deugd zal doen. Maar waar waren de verdedigers, Nico? Kijk, waar dat Operini nog moet komen teruggelopen. Maar de tik natuurlijk wel goed van Holshuizer. Afwerken, bal laag gehouden. Dat is knap van Nupissi. Beetje geluk hier. Ja, een beetje pech voor De Saar. Godot, sorry. Daardoor lag alles open. Ja, dat je daar moet uitstappen, zo diep als een van de centrale verdedigers, dat is natuurlijk niet goed. Dan als je dat duel verliest, ligt het allemaal open. Maar ook...